Duurzaamheid is de sleutel tot een beter milieu. In deze aflevering wordt een start gemaakt met het verduurzamen van de woning van Jan en Hetty. De werkzaamheden brengen de nodige rompslomp met zich mee. Zo is er een grote stijger nodig en worden grote hoeveelheden isolatiemateriaal naar binnen gesjouwd. Jan, gaat dit allemaal bij jou onder de grond? Ja, het gaat allemaal onder de vloer. We hebben twee keer warmte, nu bij tillen en straks met het naad isoleren. Dat zullen we wel merken nu ook, ja. Jan en Hetty hebben het geluk dat de kruipruimte onder de vloer hoog genoeg is om de vloerisolatie die zij hebben gekozen aan te brengen. We gaan tussen de balklaag, die ligt op 60 centimeter, dan hebben we van die spijkerflensdekens, die zijn ook 60 centimeter. En die gaan we dan op de balken vastnieten. En dan wordt het lekker warm. We zijn nu een gat in de muur aan het boren. Door die gaten laten we zo meteen de isolatie gaan. We boren die gaten boren we om de vier stenen, horizontaal. Om de vier strekken, zou ik maar zeggen. En om de 12 stenen verticaal. De isolatie die in de spouw gespoten wordt, bestaat uit twee componenten. Om te controleren of de samenstelling juist is, wordt er altijd even gekeken naar hoe het uitzet en hoe snel het uithardt. Het hele proces duurt hooguit 2 minuten. Even kijken. Zo. Zoals hier zit dat tegen de buiten- en de binnenmuur. En dat plakt helemaal vast. En dat is die binnenkant van de puur. Die structuur is helemaal goed. Also kunnen we zo meteen beginnen. Maar voordat de peur in de muur gespoten kan worden, moet eerst de spouw goed gecontroleerd worden. Dit is een endoscoop. Hier kijken we mee in de muur. Hier kunnen we precies zien hoe de muur er van binnenuit uitziet. Of er enige spouwvervuiling is, of er wat tussen zit, of het, gewoon hoe de muur er van binnenuit ziet. Ja, we hebben nog een rolletje. Yo! Rommel. Jij vindt rommelig? Ja, maar ja, dat hoort erbij, hè? Ja. Het moet eerst slechter worden dan voordat het beter wordt. Gaat helemaal nou naar beneden en dan begint hij uit te zetten en dan komt hij weer omhoog tot het gaat misschien. Normaal ventileert een huis door de spouwmuur door middel van die open stootvoegen die je altijd onder een raam ziet of bovenin de gevel. Op het moment dat wij de isolatie aanbrengen vervalt die ventilatie door de spouwmuur, dus moeten we opnieuw ventilatie aanbrengen en dat doen we naar de kruipruimte toe. Het was wel te doen op zich. De balken zaten allemaal redelijk op dezelfde maat, dus de isolatie ging er wel vrij makkelijk in. Maar ja, het gaat wel, maar niet vanzelf.